Al mijn hele leven wordt er gewaarschuwd voor klimaatverandering. Al mijn hele leven weten we dat ons voortbestaan op het spel staat. En al mijn hele leven wordt er te weinig gedaan om het te fixen. In een democratie bepaalt de bevolking wat er gebeurt. Dat is waar verandering begint. De klimaatgeneratie is opgestaan. Een generatie die zich niet kenmerkt zozeer door leeftijd, maar door een gedeelde mentaliteit. Het geloof in vooruitgang. Het vermogen om een toekomst te zien die nu nog niet bestaat. Vandaag presenteren we onze Green New Deal voor Nederland. Onze routekaart naar een klimaatneutrale samenleving in 2045. Het is het meest ambitieuze en tegelijkertijd meest realistische klimaatplan dat GroenLinks ooit geschreven heeft. Allereerst de vervuiler betaalt. We schaffen de belastingvoordelen voor de fossiele industrie af en voeren een krachtige CO2-belasting in. Kolencentrales sluiten, gasboringen stoppen, de bio-industrie afschaffen, minder vliegtuigen, de fossiele lobby gaat eruit. En dan, we bouwen een Europees hoge snelheidsnetwerk voor treinen met ieder uur een trein van Amsterdam naar Londen, Parijs, Brussel, Berlijn, Barcelona. En treinen moeten goedkoper, makkelijker en waar mogelijk zelfs sneller worden dan vliegtuigen. We bereiden de Nederlandse natuurgebieden uit. Duurzame woningen. Nieuwbouwwoningen worden duurzaam en we isoleren de bestaande huizen. We bouwen nieuwe metrolijnen, bredere fietspaden en paden en zorgen voor elektrische bussen die vaker gaan rijden. We gaan zo snel mogelijk naar een land dat volledig functioneert op duurzame energie. Kan dat wel? Dat krijg ik vaak te horen. Waar halen we dan onze energie vandaan? Nou ja, laten we hier even heel goed en heel precies naar kijken. Dit is de energiebehoefte in 2045. Op dit moment is zo'n 8% van onze energie duurzaam opgewekt. Dus die overige 92% is grijs. Door fossiele brandstoffen. Maar dat kan veel beter. Want wist je dat we in Nederland nog maar liefst 325 vierkante kilometer aan daken hebben waar we zonnepanelen op kunnen leggen? Dan komen we ongeveer, even kijken, hier. En dan hebben we nog nieuwe technieken. Ja, zoals geothermie. Daarmee kunnen we ook heel veel doen. Dan komt dit erbij. Dan de grootste klapper, die gaan we maken met windenergie. De afgelopen jaren zijn we begonnen met windmolenparken aan te leggen in de Noordzee. Maar er is nog veel meer ruimte. En door nog meer delen van de Noordzee te bestemmen voor windmolens, kunnen we in bijna onze hele energievraag voorzien. Daar gaat ie. En dit laatste stuk, dat vullen we in door internationale samenwerking. Er zijn namelijk tal van landen om ons heen die meer duurzame energie produceren dan ze zelf gebruiken. En in plaats van olie te importeren uit Saoedi-Arabië of uranium uit Kazachstan, halen we waterkracht uit Noorwegen, wind uit Schotland en zon uit Spanje. En zo gaan we in 2040 ruim over de 100% duurzame energie heen.